Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Radio, en ik heb nu gewoon een power lady on the line, alleen een businessvrouw. Dit is Hadassah Forum. Ben je daar, Hadassah? Ja, ik ben er. Goedenavond, aha. Frans. Goedenavond, leuk. Fijn dat je meewerkt met ons programma. Wat doe je eigenlijk? Ik ken je als ondernemer, businesswoman, maar voor de mensen die jou niet echt kennen, wat doe jij eigenlijk? Wie ben jij? Ik ben meervoudig ondernemer. Ik onderneem in Nederland en ook in het buitenland. Ik ben een offshore douane-expert. En daarnaast ben ik programmadirecteur van persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en leiderschap. Ik ben oprichter van de Female Power Force. En ik ben bestuurder bij Topvrouwen Nederland. Nou, er zijn veel petten. Ja, dat klopt. Hey, maar dit is Surinaams, 80% van onze luisteraars is Suriname. Heb je een link met Suriname? Ja, zeker. Ik heb gewoond en gewerkt in Suriname. Ik was daar ook ondernemer. Uh-huh. En ik heb daar ook, lijntjes, roots. Okay. Ik coach nog steeds ook in Suriname, online weliswaar. Ik help daar ook vrouwelijke ondernemers die dat kan een kleine ondernemer zijn, maar dat kan ook iemand zijn. Ik heb er een aantal die een tweede bedrijf zelf zijn begonnen, terwijl het economisch toch best wel moeilijk is. Mm-hmm. Dus ben hier bezig in Nederland, maar ook in het buitenland. Uh-huh. Afgelopen weken was het groot nieuws in Suriname. Olie gevonden, olie en gas in de bodem van Suriname. Suriname wordt een rijk land. Ben je ook zo optimistisch? Ik ben altijd optimistisch. Het is natuurlijk wel zo, en dat is geen geheim. Ik vertel niks verrassends aan jou. Ik luister vaker naar je interviews, zijn mooie interviews ook. Bestuurlijk leiderschap ontbreekt. Er zijn hele mooie ontwikkelingen. Alleen de vraag is, wordt het ook in een... in bestuurlijk leiderschap vertaald en gaan ook de mensen... waar wij allemaal hart voor hebben, hè? Onze mensen in Suriname, gaan die er ook wat van merken of is dat voor een selecte groep? Dat is politiek, ja? Ja, ja. Oké. Bestuurlijk, politiek. Ik ga dan naar onderneming. Wat zouden de Surinaamse bedrijven nu moeten doen om een graantje mee te pikken? Want het is zin en bodem, de olie. En straks komen de grote maatschappijen om het naar boven te brengen. Wat moeten bedrijven nu in Suriname doen? Het is heel belangrijk dat ze hun eigen zaken op orde hebben intern. Er zijn ook bedrijven in Suriname die ook dat soort trainingen geven. Hè? Dus leiderschapstrainingen, maar ook hoe heb je je bedrijf ingericht? Heb je transparantie binnen je bedrijf? Heb je je zaken goed op orde? Want het is zo dat als er buitenlandse bedrijven komen, en die zullen ongetwijfeld hierop afkomen natuurlijk, dat ze kijken naar jouw professionaliteit als bedrijf en hoe je je mensen hebt opgeleid en wat voor mensen je hebt. Heb je gemotiveerde mensen of boeit het ze niet zo en is er een tot 3 uren mentaliteit. Snap je? Dus die dingen zijn heel belangrijk. Als je een graantje wil meepikken en je hebt een bedrijf, dat je je bedrijf zelf op orde hebt. Want daar wordt natuurlijk naar gekeken. De eisen zijn hoog. Als je mee wil draaien in die oliemolen straks, vanuit het optimist, hè. Wat voor bedrijf zou je nu als visionair moeten oprichten? Als ik nu bij jou kom, ik wil een pitch doen, maar ik heb geen idee. Er zijn heel veel mogelijkheden, joh. Dat kan zijn van catering tot aan kleding, bedrijfskleding. Het kan zijn administratieve services, hè, want daar is ook behoefte aan. Het trainen van mensen, dus trainen van personeel.
Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Ik ben natuurlijk zelf expert in de offshore, op douanegebied. Daar is nog heel veel meer aan te behalen in Suriname. Dus dat zijn echt wel dingen die, ja, er zijn echt heel veel. Als je een beetje gaat kijken van oké, wat zou er nodig zijn, dan heb je heel veel mogelijkheden. En het hoeft echt niet een gigantisch bedrijf meteen te zijn. Nogmaals, je moet zorgen dat je je bedrijf goed op orde hebt. Dat is belangrijk. Je bent expert op het gebied van douane? Dat klopt. Uh-huh. En nu denk ik, Suriname en douanes. Ik hoor politici vaak hier roepen op dezezelfde microfoon van ja, we zouden veel meer uit moeten halen. Zie jij dat ook zo? Ja, natuurlijk. Ja, wij kunnen heel veel verbeteren. En, maar nogmaals, de randvoorwaarden. Carmen Breedveld heb je laatst ook geïnterviewd. Die had het daar ook over. De randvoorwaarden moeten goed zijn. En mensen moeten ook, zeg maar, ten eerste goed getraind zijn. Maar ook ja, de friends and family, ja, dat is een probleem. Dus als je gaat kijken naar het douanegedeelte, ja, moet je mensen hebben die ten eerste verstand van zaken hebben. En ook de medewerking krijgen van de overheid, in dit geval de douane. En dat is nog wel eens lastig. Corruptie speelt ook een rol. Dat is een feit, hè? Ik zeg dat, het. Dat weten we allemaal. Maar als je kijkt naar leiderschap wat Suriname nu heeft en wat de toekomst zal brengen. Denk je dat Suriname klaar voor is met het type leiderschap wat we... Kijk, weet je wat het is? Wij hebben leiders zat. En niet alleen hier, hè, want vaak denken we dan moeten er mensen van hier komen. Dat hoeft helemaal niet. Onze mensen zijn... Ja, ik ga zelf maar eens even op social media kijken of lees artikelen. Dan zie je dat we ontzettend veel potentie hebben. De vraag is alleen, komen die aan boord? He, want er zal echt een mega grote verandering moeten gaan plaatsvinden. Willen we een omslag kunnen maken? En zoals je weet, wij houden niet echt van verandering. En we doen graag de dingen zoals we gewend zijn te doen. En dat weet jij ook in ons hier. Hier worden we gedwongen. Hè? Je gaat mee in de maatschappij en je wordt gewoon gedwongen om te veranderen. En als je niet verandert, dan val je buiten de boot. Dus je moet groeien. En als je dan een aantal mensen hebt aan het roer die eigenlijk het heel goed vinden hoe het is, omdat zij er wel baat bij hebben, dan is het heel lastig om die omslag te gaan maken. Maar ik denk dat de jongeren, en ook door de invloed van social media, dat men wel gaat beseffen dat er iets moet gebeuren en niet weer een ander poppetje op dezelfde plek. Want we kunnen de poppetjes veranderen, maar zolang er geen breed gedragen visie is en ook niet de wil om te veranderen, gaan we het niet redden. Dan maakt het niet uit wie er op die stoel zit. En dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En dat is gewoon heel jammer. Nogmaals, we hebben de potentie. We hebben de rijkdommen in het land. We zijn een prachtig volk. Maar er moet een verandering gaan plaatsvinden. En dat zie ik ook als ik vrouwelijke ondernemers in Suriname coach. En trouwens hier ook. Het staat en valt, leiderschap staat en valt met jezelf leiden. Een echte leider leidt zichzelf. En is ook in staat tot zelfreflectie. Die kijkt in de spiegel en die denkt, oké, wat zou ik anders kunnen doen? Wat kan ik beter doen? In plaats van het altijd extern te zoeken. En zelfreflectie is een heel groot goed, zowel in de politiek, maar ook in het ondernemerschap. Mooi. Wie zegt net, er moet verandering komen. Dat zegt iedereen. Iedereen is er roerend eens bij die zin. Het lijkt soms op een open deur. Waar moet die verandering vandaan komen? Bij onszelf. Hoe breng je verandering bij jezelf? Hoe moet zoiets in zijn werk gaan? Want dat is waarom Suriname nu worstelt. Iedereen roept het, hè? Van er moet verandering komen. Maar waar moet het beginnen? Hoe begint het? Waar begint het? Daar ben je ook expert in. Weet je wat het is, Frans? Het staat en valt met onszelf. Als ik zie
dat ik ondernemers, vrouwen heb gecoacht en coach, die in deze situatie, in deze economische malaise kan je wel zeggen, een tweede bedrijf kunnen openen. Dan wil dat zeggen dat tegen alle verdrukking in er een groei kan plaatsvinden. En hoe komt dat? Omdat zij openstaan voor zelfreflectie. Ze staan open om te willen leren. En ze staan open voor verandering. En dat zijn ook de ondernemers waar ik mee werk. Omdat ik krijg er energie van. Zij krijgen er energie van. En ze boeken resultaat. En dat wil ik hebben. Ik wil met, in dit geval, vrouwen werken. Die resultaat boeken. En heel vaak hoor ik ook in onze eigen community van ja, ik zou graag met je willen werken, maar ik heb geen geld. Aan de andere kant zie ik dan iemand die misschien een feest geeft. Niks mis met feest, ik roep het vaker. Ik ben gek op feest, ik hou van dansen, wil op dansen. Maar er komen 3 jurken, er komen 2 bands en er is eten volop. En daar is wel geld voor, maar voor dat stukje zelf. Ontwikkeling en die investering om bijvoorbeeld een coachingtraject in te gaan, dat is wel duur, snap je? Dus het gaat er bij ons ook om dat we willen gaan investeren in onszelf. En dus patronen gaan veranderen. En dat wil niet zeggen dat je nooit een feest mag vieren. Integendeel, want dat hebben we ook nodig, hè, die ontspanning. Maar ook te gaan investeren in je eigen ontwikkeling. En met de topvrouwen Nederland zijn we daar ook mee bezig. Van wil jij doorgroeien, ook in Nederland, geldt het precies hetzelfde, dan moet je er wel moeite voor doen. En dat zal investering kosten. Tijd, energie en geld. En dat vinden we vaak lastig. Dus het is meer individu. Soms denkt men, het moet bij jonge politieke partijen, nieuwe politieke partijen beginnen, of bij de vrouwen, de Surinaamse moeders, of de ondernemers. Daar ben ik mee bezig nu. Die verandering, wat Suriname nodig heeft op weg naar de toekomst. Ja. De vrouwelijke ondernemers in Suriname, ik geloof daarin. De mannen hebben het laten zien, ze kunnen het niet. Sorry voor jou, je bent ook een man. Oké, deze feit, ga door. Ja, sorry. Maar laten de vrouwen het eens proberen, want ik denk toch dat wij minder geneigd zijn om ten oorlog of ten strijde te trekken. En dat we veel meer kijken naar dat we niet onze kinderen baren om ze als kanonnenvoeren te laten gebruiken, misbruiken door mannen. Maar dat we willen dat ons gezin en onze familie en dat onze omgeving, dat allemaal groeit en bloeit. En ik geloof erin dat als wij sterke ondernemers hebben, dat op een gegeven moment er een omslag komt en men zegt van nu zijn we klaar met al die BS en we gaan het nu anders doen. Maar het moet van onszelf uitkomen. Ik geloof niet in een politieke partij, ook niet een nieuw geluid en een nieuwe stem. Het zijn allemaal zelf de poppetjes, zelf de mensen. Ze hebben het al die jaren niet gedaan. Ineens zijn ze veranderd, willen ze wat anders. Maar laat het zien, hè. Het praten, hè. We zijn heel goed, we kunnen heel goed praten. Loptakkie. Maar ik kijk naar daden. Miluku zei het doen. Ja. Maar ik denk, als wij vandaag, ik en mijn vrienden, we beginnen gelijk met de verandering. We gaan aan onszelf werken om helderder te denken over leiderschap in Suriname. Hoe lang denk je dat zo'n proces kan duren voordat het electoraat zo ver is en dat ze echt consensueus kunnen kiezen met hun verstand echt? Ik denk dat door een voorbeeld te stellen, dus jij bent ook een voorbeeld, hè, want kijk wat je doet en je bent een voorloper, hè. Mensen kennen je, maar je laat het ook zien. Carmen Breveld, ik kan er zoveel op noemen, die echt een voorbeeld zijn in onze community. Hoe meer het er zijn en hoe meer men ziet dat deze mensen groeien en dat het ze ook economisch goed gaat. Dat steekt aan. Dat is aanstekelijk. Dat is aanstekelijk. En luister, je moet niet de illusie hebben dat je iedereen meekrijgt. Want er zijn gewoon notoire klagers. En er zijn notoire mensen die het gewoon prima vinden zo. En in troebelwater kan je lekker vissen, hè. Maar ik geloof in een positieve verandering. En uiteindelijk zijn we in Suriname toch een jonge natie.
En we hebben nog heel veel trauma's te verwerken. En dat is ook een van de dingen die ik doe in mijn sessies. Ook kijken naar het verleden. Hè? Van oké, wat voor gezin kom je? Je opa en je oma. En hoe stond het met, was je vader aanwezig? Had je een vader die in het gezin was? Het zijn allemaal factoren waarin wij kunnen gaan kijken en kunnen gaan groeien naar een emotionele volwassenheid. En dat hebben we niet geleerd. En nu hebben we een onderwijssysteem wat zo ontzettend slecht is. En laten we wel zijn, als je mensen dom houdt, kan je ze ook heel makkelijk manipuleren. Dus we moeten onszelf gaan scholen, onderwijzen en ook emotioneel gezien. Zie ik mooie dingen gebeuren. Ik volg heel wat mensen. Ik ben niet de enige. Er zijn er heel veel die hele mooie dingen doen. En dat hebben we nodig. Dat we ook emotioneel helen van hetgeen. Al de trauma's die we met ons meedragen. En de dingen gaan bespreken. Gewoon bespreken met elkaar in alle vertrouwelijkheid. Zonder oordeel. En mensen hun verhaal laten vertellen. Van wat ze hebben meegemaakt. Of waar ze tegenaan lopen. Of waar ze mee zitten. En ik heb dat pad zelf gelopen. En ik kan zeggen, ik ben geheeld. Maar dat is geen makkelijke weg. En dat gun ik iedereen om te helen van de trauma. Zodat je ten volle alle capaciteiten die we allemaal hebben. We hebben allemaal verschillende gaven. Hè? Nou, dat we die voor onszelf, voor ons gezin, maar ook voor onze community kunnen inzetten. En dat is toch fantastisch? Zeg je dat wij steeds in slagen om foute leiders te kiezen door trauma's? Dat denk ik wel. Ik denk dat een stukje trauma is en een stukje ook een gebrek aan zelfliefde. Het gebrek aan, dit is oké voor ons. Terwijl we weten dat we beter verdienen. Wij verdienen dit niet. Dat anderen met onze goud en onze kostbaarheden en onze rivieren en kreken vergiftigen. En dat wij daar alleen maar ellende van hebben, ook in het binnenland, met name in het binnenland, maar ook in Paramaribo, hè, is heel veel, door het goud omsmelt en alles is er heel veel in de lucht. En wij zitten met z'n allen te pinaren op een houtje te bijten. We verdienen toch beter dan dat. We verdienen toch beter. En leiders die het gewoon goed hebben en die met een paar auto's rijden en zich overal zo verplaatsen en wel die welvaart hebben, ja, die boeit dat verder niet. Maar het moet onszelf boeien, dat wij onszelf dat gunnen. Ja, en dat beseffen ze nog niet helemaal. Dat is een understatement. Ik ga afronden, maar ik heb toch een paar ondernemers hier die altijd luisteren. En een vraag die ik ook krijg hier op de app. Hoe positioneer je een bedrijf? Kan je dat in 2 minuten uitleggen? Gratis tips. Positioneren wil zeggen jezelf zichtbaar maken. En dat houdt ook in dat je zichtbaar bent en bijvoorbeeld niet onder een alias opereert. Of bijvoorbeeld als je mails krijgt, de mails niet beantwoordt. Of een adres wat niet klopt of een KVK-nummer wat niet klopt. Alles staat en valt als je wil positioneren met zichtbaar zijn en laten zien wat je doet, maar ook doen wat je zegt. Okay. Eerlijkheid. In eerlijkheid ondernemen. Daar geloof ik in. Oké. Dankjewel voor je mooi verhaal. Hadasha Forum. Ja, heel graag gedaan. Ik hoop je vaker te spreken. Als je het goed weet. Ik hoop het ook. Okay. En een hele goede uitzending verder. Dankjewel. Top ondernemer in Nederland. Hadasha Forum. Dit is live. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.